Nou Jacob, vandaag een hele bijzondere dag, want het koninklijk paar is in Harlingen op bezoek. Ja. En jij hebt hier een expositie, en Ja. daarom zijn wij hier. Maar wat heb jij met het Koningshuis? Geen idee. Het is eigenlijk van jongs af aan ontstaan. Door die tekeningen te maken en geïnspireerd door wat er gebeurt en die maquettes bij mij allemaal. En ja, dat is allemaal op creatief vlak. Kreeg mijn inspiratie daardoor. Dat is gewoon ontstaan en ik heb ook geen idee waar het wegkomt. Ik denk dat het komt omdat ik er een bepaalde, ja, ik heb het er wel waardering voor wat er allemaal, waar Nederland dus uit ontstaan is, gewoon weg, omdat je daardoor een rustig fundament krijgt. Er zijn heel veel mensen die zijn dan in het oranje. Dat viel in Harlingen wel een klein beetje mee. Dus ik heb geprobeerd om bepaalde standpunten op te zoeken van tevoren bij de kade. En dat is me wel gelukt. Dus achterna ben ik blij dat ik die beelden heb die ik heb. Ja. Nou ja, en de tentoonstelling is meer algemeen. Dus dingen die ik dus daarnaast nog heb gemaakt vroeger. Pentekeningen en van alles. En dat heeft meer met Harlingen te maken. Maar dat geeft ook een beeld van wat ik daarnaast allemaal nog doe. En dat is heel mooi ingedeeld allemaal. Heel netjes. Leuk. Ja. Kun je iets vertellen, Jacob, over wat hier aan tekeningen hangt? Dit zijn voornamelijk tekeningen van pentekeningen van Harlingen. Dit is de Waddenpromenade, dat was in 1996. Toen lag er nog sneeuw in Harlingen, dus ik heb geprobeerd om dat na te gaan tekenen. Schetjes gemaakt en thuis uitgewerkt. Dit is dus de vuurtoren zoals het vroeger was. Het is heel klein, het was in 1997 getekend, maar toen was hij nog niet herbouwd. Dus het is nu anders geworden. Dus dit plaatje, dat is nu, dus kunnen ze boven, kunnen ze daar slapen, kun je dus overnachten. Dus zo ziet hij er nu op het ogenblik uit. Nee, hier heb je de Waddenpromenades op die manier. Dus dit is dat beeld met dat mannetje met dat met de vinger in de dijk. Dus ja, een beetje een plaatje te geven van zoals het allemaal was. Zo is het nu nog. Maar... Dus dat vind ik heel leuk om Harlingen op die manier ook vast te leggen. Dit is een van de eerste tekeningen die ik gemaakt heb met potlood. Dat is meer een probeersel en in die zin kwam ik er ook achter dat ik dus nou, voor mezelf wel leuk kon tekenen. Dus in die zin ben ik er als een boost doorgegaan en dan ontdek je veel meer dingen. Maar dit is dus in het begin van de periode dat ik ermee begon. Dus dat vond ik op zich wel heel leuk. Ik ben ook blij dat ik hem bewaard heb. Dus het geeft een beetje aan van hoe de collectie eruit ziet. Ja. En daar? Dit is een pentekening, dit is Strebal. Het bovenste dat is nou ja, zoals het vroeger was. Dus in totaal aan de plaatsje wat er nu is. Maar het geeft toch wel een heel mooi beeld van hoe het toen was. Nou, dit is Strebal zo het dus in de jaren 80 was. En toen kwam er een nieuwe eigenaar in en die heeft het helemaal verbouwd. En hier zit nog van het glas in, dat is er allemaal uitgehaald. Nou ja, zoals het nu is, dat is dus zo het nu getekend is. En zo ziet het er nu uit. Ja, het is wel een kernpunt van Harlingen. Dus er gebeurt ook heel veel, of heel veel, maar toch wel... toneel en van alles nog wat in. En dat moet Harlingen ook wel behouden, denk ik. Wel belangrijk. We zijn hier in de Althuiskamer in Harlingen, op de Zuiderhaven 25. En nou zie ik hier een portret van onze burgemeester. Hoe komt die hier, Jacob? Die is speciaal getekend met de opening. Hij is gevraagd om de opening te verrichten. En echt wonderbaarlijk dat hij dat deed, want ik vond het wel heel leuk. Dus toen dacht ik een paar dagen daarvoor, nou van goh, eigenlijk zou ik een cadeau moeten geven. Dus een tekening van hem. Dus ik heb het eerst even uitgesteld. En toen een paar avonden daarvoor heb ik hem dus afgewerkt. En ik heb hem dus aangeboden en het vond hij echt bijzonder leuk. Had hij niet verwacht. Dus ja, ik denk ja, ik waardeer het dat hij het opent. En dan vind ik het ook leuk om daar tegenover iets leuks tegenover te stellen. En hij vond het echt wel heel mooi. Ja. Dus vandaar dat hij hier nu staat. En na de expositie dan verhuist hij naar het huis van de burgemeester? Ik denk dat ik hem dan aan ga bieden voor de tweede keer. Maar dat zien we dan wel, ja. Maar het is wel een leuk geslaagd prentje eigenlijk. Vooral de ogen, dat is dan vaak heel belangrijk. Ja, in feite is alles belangrijk. Maar want het gezicht heeft een eigen uitdrukking. Dat is met iedereen zo. Ja. Dat verdomme. Kom toch.
Oké, hey. Ja, schitterend. Dat is pers. Oh ja, ja. Geen souls, maar. Ja, allemaal pers. Dankjewel. En daarmee kwam een einde aan het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Friesland. Het koninklijk paar is nu in het stadhuis en ik zie hier een maquette staan van dat stadhuis. Jacob, kun je daar iets over vertellen? Hoe je het gemaakt hebt, hoe lang je erover gedaan hebt en zo? Dit is een paar jaar geleden, zoiets. In 1990 ben ik daarmee begonnen. En af en toe stukjes, want ja, het is heel veel werk en ik moet dan tekeningen aanvragen en foto's bekijken. En het is van hardboord uitgesneden en stukjes van papier en karton. Dus het is een mix van allemaal dingen daar. En met lijm natuurlijk. En nou ja, dan kom je tot een bepaalde geval. Volgens mij is hij in 2010 of zo. Heb ik hem klaargekregen en het hoort heel lang. Maar dan laat ik hem weer eenmaal liggen en pak ik hem weer op. Maar ja, hij moet wel klaar. En daarna heb ik dus het korps, het stedelijke, wat er staat ook nog op het dak van het stadhuis, met lucifershoutjes gemaakt. Dus het geeft een beetje een oranje indruk. Zo Harlingen dus ontwaakt. En dan is meestal 7:15 dat het korps op het stadhuis staat te spelen. Dan begint de dag van, vroeg was het 30 april en nu is het 27 april, Koningsdag. Dus het verandert allemaal. Maar fijn, dat heb ik geprobeerd om dat een beetje na te maken. Ja, en het is ook wel leuk geslaagd. Nou, deze mooie expositie, hoe lang kunnen we daar nog naar kijken en waar is hij precies? Tot en met 9 juli. En hij is vrijdagavond, vrijdagmiddags en zaterdagmiddags open van 1 tot 5. En dan kunnen mensen het op hun gemak bekijken. En toen ben ik er zelf ook even bij, dus dat hangt er ook vanaf. Dus dat is dan. En 9 juli is de laatste dag, dat is op een zaterdag. Ja.